wakker. Het is vrijdag. Wij zijn in Tokio. Ik ben wakker en opgemaakt en klaargemaakt. Foefje, volgens mij ook bijna. En de jongens worden nu wakker. Heel grappig, want die zeiden gisteravond nog een keer. Dus ja, we gaan extra vroeg opstaan. We gaan naar de arcade. En dan zien we jullie wel. Stug over die wakker. Die liggen nog te tukken. Die komen nu soort van hun bed uit. Goed, ik ga lekker even wat eten. Het wordt erg warm vandaag. Dus ik ben benieuwd. Oh, en ik zie Antje vandaag. Yes, ik heb zin in. Zij is ook hier. Maar dan moet ik persreis, zeg maar. Dus we hebben afgesproken vandaag. Yay. Hey, Marge. Ik had gisteren pannenkoekjes gekocht. Voor nu. Kijk, in huis slaapt nog. Dit is mijn outfit of the day. We gaan er zo van door. Het shirtje is van Ambika. Het rokje is van Oeuvre of zo. Oh, dat licht is echt terrible. Ik kan haar naar een pashokje, joh. Ik doe heel veel mijn slippers aan, want ik heb erg last van mijn voeten met die schoentjes. En het tasje is van Sylvian Heach. De bril kocht ik bij Mango. En that's it. Ik heb heel veel droogshampoo in mijn haar gegooid. Zal goed zijn. Het is heel erg warm vandaag. Dus elastiekje mee. Ik kan even een staartje doen. Ik zie Antje zo. Die zit nu bij een kapper. Ja. Er ligt hier een random leeuwen rond. Hij heeft gewoon de leeuwen ding op. Lekker, ja. Kijk, chillen. Dit is echt heel schattig. Metro. Ja. Oh, je moet hier links lopen de hele tijd. Alles links. Autorijden ook. Oké, okay, dit is de situatie. Kaartjes gekocht. 2,20 per persoon kosten. Netjes wachten. Kijk, mensen wachten echt, zeg maar, zo. Zie je teentjes wiggelen? Ja. Oeh, vieze lunch. Oh, het ziet er allemaal goed uit. Kan je alles eten? Nee, dit is alleen de lunch, denk ik. Heavenly pancake course, proefje. Ja, ik had al zoiets buiten gezien. Trouwens, al zijn korstjes zijn van zijn hoofd. Kijk jongens. Bijna allemaal zijn ze. Dit gaat nu uitvallen, deze dagen. Dan is hij weer kaal. Maar dit is hoe het er straks uitziet als hij weer haar heeft. Wat gaat groeien. Meer, ja. We beginnen met een carrot juice. Cheers. Lekker. Wow, wij zijn echt een beetje afgezet hier. Jammer. We hadden dus sap gekregen met bier doorheen. Ik drink geen bier en voelt het ook wel erg voor mij echt zo. Waarom zit er bier doorheen? En oh ja, nee, dat wilde je niet toch? Maar dat was niet zo. Dus het nieuwe sapje had gewoon voor alles moeten betalen. En ik dacht, ja, het ging betaald. Dus, oh nee, ik ben nog iets vergeten aan te slagen. Nog gewoon een prijsje. Dat is wel jammer. We zijn bij het grote park. Dit is het grootste park, vond ik op internet, waar je dus ook bloesems hebt. Waarschijnlijk nu niet echt meer. Yes, het kost 200 yen om hier naar binnen te gaan. Dat is 1,50 euro ongeveer. Wow, het zal mooi uitzien. Dit is echt insane. Kijken. Dat is allemaal heel veel. Dat is net zoveel als wat met uren dan. Mocht je erheen willen, dit is hoe het heet. Shinjuku. Oh. Shinjuku Gyun National Garden, zo schrijf je het. Nou, daar liggen alle blaadjes. Kijk, daar nog een klein beetje. Is het lekker hier? Tada. Die roze bloemetjes. Oh, ga.
hebben gevonden. En nog steeds is het mooi. Het is super mooi. Ja. Het is hier super lekker om te chillen. Dus het is wel maar tot 4 open. Ja, dus je moet wel op tijd zijn hier. Wel op tijd zijn, ja. Ik heb dit ijsje genomen, Cherry Blossom Crepe. Ik zit heel lang te kijken naar wat het nou precies is. Maar, boobs, obviously. Maar er staat hier, dit is dan de verpakking. Het is best wel zwaar. Het ligt tussen de eetdingetjes, dus de koekjes en zo. En er staat, I won't take anything except this one. Only who knows this taste can really appreciate it. Zouden het puddingtjes zijn of zo? Ja, who knows? Oh, panda. Ze hebben zoveel lekkere dingetjes. Squishies. Ik moet weer zo'n broodje halen. Oeh, ze hebben slijm ook. Ik ben bij een verdieping met allemaal Lolita stuff. Dolkleding voor volwassenen. Oh. Dit is een bijzondere verdieping. Ja. We hebben er daar expres heen. Ja, ik dacht even kijken, maar ik had verwacht dat het... Het is voor mij. Terwijl ik juist hou van een cutie pastel, zeg maar. Ja, maar oh, dit is ook bijzonder. Het zijn nog de schoolrugzakjes die we bij die meisjes zagen. Kijk, ze verkopen dus allerlei soorten. Hé, hey, ze hebben Siem op een sticker. Oh, bakjes. Bakjes voor alles. Dit is echt Japan, hè. Alles. Oh, moet je die kijken. Kijk hoe mooi. Wauw. Spullen. Ik kan het weer niet aan, it's too much. Oh, kijk dan. Prachtig. Wat is dat? Jelly? Dat zijn die jellies die wij aten, maar dan in echte jelly, hoor. Oh ja. Kijk dan. Ziet er heel lekker uit. Dit is die ene. Dit is dus bonenpasta, denk ik. En dat zijn boontjes, toch? Ja. En dit is roze met aardbei en bonenpasta eromheen. Ik wil haar lipkleur weten. Oeh, ik kak in, jongens. Oei. De jongens zijn nu in een winkel aan de overkant. Ik was net hier binnen. Jetlag. Wij gaan nu naar Harajuku. Kijk hoe vol. We worden er zo bij gepropt. We zijn in Takashita Street. Oh my god. Hanji Tokyo. Zo leuk. Allemaal candy. Wat heb je voor Mario Kart? Oh ja, voor Sumi en Juni. Hallo. Ik weet niet wat het is. Wat is het? Oh hier, dit ligt hier. Oh, dit is... Ja. Dit neem ik mee. Xavier. Slim. Dit is een of andere 1 euro shop. Die hele hete. Die vind jij waarschijnlijk weer lekker. Ja. Oh jee. Een beetje in dan? Wat is het? Welke is dat? Een pruim. Nou. Niet lekker? Oh, dus ik ook. Oké, sorry. Kijk, hij zit gewoon zijn mobiel even op te laden. Ja. Handig. Mm. Mini mukbang. Ik hou van dit. Oh wow, hij is knapperig. Lekker! Nice. Kijk, deze warme hond. Wow. Candyland. Rainbow Sweets Harajuku. Wacht, boven. Boven, ja. Totti Candy Factory. Oh, een prullenbak. Het is een wonder. Oh, ruik. Oh, jongens, ik wou dat jullie dit konden ruiken. Ja, ik zie er ook echt. Niet mijn dag. Ja. Mijn gezicht is echt... Oh, wow. Oh, de geur hier. Oh. Kijk, die snoepjes. Foef, dit zijn gewoon kleurtjes fluff. We hebben samen... Ja, we hebben samen een grote... Medium toch? Medium, ja, medium, ja, maar het is eigenlijk heel groot. Medium prachtige suikerspin besteld. Zou dit een andere smaak hebben? Jawel toch? Uit hoe zij draait ook.
uur in. Ik zit ook te wachten tot dat moment. Er lijkt ook één stukje gek te zitten. Zie je nou? Kun je niet tegen? Nee, nee, nee. Ze gaat het corrigeren, weet ik zeker. Oh, wow. Kijk hoe groot. Oh, dit is hem. Kijk dan. De vorm zit erin. Wauw. Kijk. Wauw. Thank you. Wow. Wij gaan eten bij Pom Pom Poedin. Oh, hebben ze? Oké. Okay. Oh, ik heb net afscheid genomen van Anne, maar ze hebben daar squishies. Jij hoort haar ook echt piepen. Oké, okay, een paar squishies verder. En we gaan naar Pom Pom Poedin. Pom Pom Poedin. Kattencafé. Zonder kiddies en kees. Heel even kijken. Oh. Lopen hier katten rond? Nee, dit is gewoon schattig. Nee. Het is gewoon... Nee, we gaan toch voor Pom Pom Poedin. Kijk nou hoe schattig. Ik heb een mango. Oh, en jij. Drankje besteld en we krijgen dit ijsbolletje met een poppenboeren gezichtje met een chocolate chip op zijn hoofd als hoedje. En kijk ook even hoe ze het lepeltje ingepakt hebben. En het rietje. Oh, kijk nou. En saus in dit ding. Oké, net op tijd, niet in de verkeerde metro gegaan. Ik wilde eigenlijk, oh, moet het toch naar Shibuya? Nope. Richting Shinjuku. Ja, die namen zijn ingewikkeld, maar als je eenmaal door hebt dan... Dus Shibuya is boven, Shinjuku is onder. Of gaat die... Of moesten wij juist... Ik weet het gewoon. Laat ook maar. En we gaan weer naar de overvolle metro. Vrijdagavond, 9 uur. Daar zijn we weer. We gaan nu naar een arcade waar we ook hier zijn. En we zijn weer van... Nou, wat zal het zijn? Hoe laat gingen we de deur uit? 12 uur of zo? Tot aan... S'avonds laat. Niet binnen geweest, non-stop gelopen. Ik heb gewoon deze outfit aan. Terwijl zeg maar, iedereen heeft al een soort van een jasje aan en zo. Want het is ja, best een beetje fris. Die mensen zijn ergens geweest. Ja, die mensen zijn nog eerst thuis geweest. Dit is zo gek, er mogen nu geen auto's meer rijden. Kijk, iedereen loopt op straat. Het is vrijdagavond. En we gaan nu naar de Best Arcade of zo. Trito heet het. We gaan met z'n vieren hierin. Please touch your screen to start. Nee, zo, ja, 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 we gaan lol. Oh nee, many people, ja. Background, oh, dan kunnen we nu al kiezen. Zullen we... Peach. Peach, hè? Is dat toch roze? Oh, dit moet heel snel, ja. E-mail. Oh, de groupname. Groepnaam. Please wait a moment. Ja. Ja? Wat? Oh, wat moeten we doen? We hebben foto's gemaakt en nu mogen we kleuren. Kijk. Oh, ik heb het rode, peach. Pink. Oké, mensen gaan mijn beste man met deze foto's. Ik heb Japan Gang. Kijk dan. Japan Gang. Ijscream. Je kan gewoon lipkleurtjes veranderen, alles. Het is leuk. Hartjes. Wat doki doki was het? Printing now. Ja, leuk. Oh jee. Oh jee. Oh, allemaal Street Fighter. Er spelen de grootste spelers. Kijk, hij zit tegen de jongen die aan de andere kant zit te spelen. Nou, daar ga ik. Tegen een andere persoon aan de andere kant. Die denkt dat ik een of andere pro-player ben. We zitten hier alleen maar pro-players. Even naar de rust. Mijn favorietje, daar ben ik weer, sorry hoor.
cutie Kirby's. Oh, oh nee. Oh, hij laat hem los. Laatste keer hoor. Oh, nou potverdorie, hij laat hem gewoon los. Misschien heb ik meer geluk met... Nee, nee, kat heb ik. Kom, kom, poeren. Oké, nog eentje. Nee joh, dit gaat hem gewoon niet worden. Misschien dan toch maar... Maar deze vind ik niet zo leuk. Wacht, we gaan deze doen. Ja, 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 ja. Pot voor de pot. Zullen we Giant Kirby proberen? Ik ga het gewoon doen. Dit is, kijk, dan moet je zo doen. Hoppa, één keer. En dan moet hij hem soort van opzij tikken. Nou, er gebeurt ook niet zoveel. Besef je even in zo'n cutie plek wat er omheen staat op die beren. Lifehack, als je je Japanse boyfriend zoekt. Ik ben dus nu alleen, dat zij de hele tijd in dat stinkhok Street Fighter zitten te spelen. Je mag hier dus roken. Dus ik ga naar die grijpmachines en zo. Maar er lopen best wel veel Japanse dudes in een eentje rond. Zo, moet ik je even helpen? Ah, ja. Zal ik al voor je grijpen, weet je zo? Goeie game tactiek wel. Oh, kom op, 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 boeren. Je kan het, je kan. Oh. Oh. Oh, wat. Ja, 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 ja. Til die kont op, til die kont op. Ja, oh. Oh my god. Ik, jongens, ik voel het. Ik voel het. Die andere kan nu op chillen natuurlijk. Ja, dan ben ik lekker bij. Nou, oké. Okay. Ah. Oh, bijna. Het is zo oneerlijk. Otjan. Oh my god. Oh. Oh my god, net de keer dat ik niet film. Heb ik. Yay, yay, have it. Thank you. Yay, papa pudding. Ik laat Foef even de Kirby machine zien. Zo van, jij doet niet elke keer een pakje en bla bla bla. En ik heb het te pakken omdat mijn token Foef erbij is. Kijk jongens, dit is vrijdagavond 11 uur. Normale vrijdagavond. Tijd voor ontbijtjes. Even kijken, wat zal ik eens nemen? Vlog afsluiten. Twee van de vier gaan nog even naar een bar drankje doen. En twee gaan slapen. Want het is nu 1 uur 's nachts. Dat is genoeg voor vandaag. En dan ga je munten. Je krijgt er zo verschrikkelijk veel munten. En ze willen nergens voor, hè? Doei! Bye bye! Wel trusten, bedankt voor het kijken. Tot morgen! Ciao!